Ik spreek met Max von Krijveld, intrigerende achternaam, hè? En de grote man, mag ik wel zeggen, achter Café Weltschmerz. En ik ga hem vragen wat het nieuwe initiatief behelst dat in Utrecht is gestart. Ben ik net geweest, prachtige kerk, ik wil het uitgelegd krijgen. Nou ja, ik ben dus niet van de adel, ik ga je toch interviewen, nou, juist. Daar heb ik toch wel een probleem mee. En ik zei al, ik ga je niet vragen naar Café Weltschmerz, want dat is goed te vinden als ze jouw naam aanklikken, want daar ben je al over geïnterviewd, hè, vertelde je. Ja. Maar ik wil je graag vragen, wat ben je nou, zijn jullie, moet ik zeggen, ja, van plan in Utrecht? Ik ben in Utrecht geweest, kerk, heb ik een interview gehouden, ik vond het prachtig. We zitten hier in Studio Noord, ook niet verkeerd. Twee werelden lijken. Ja. Zijn waarom eigenlijk? Het zijn twee werelden. Twee werelden. Goeie vraag, hele goede vraag. Het idee van Noord, laten we daarmee beginnen. Ja, waar we nu zitten. Noord, waar we nu zitten. Dat is het doen van probleemanalyse. We weten dat de samenleving allerlei knelpunten heeft. Er is eigenlijk niets meer wat geen knelpunten heeft, heb ik het idee. En we zijn daar in 2013 zijn we ermee begonnen om dat te benoemen. Zeg maar de knelpunten in de samenleving die we noemen. Niet personen aanpakken op bepaald gedrag of verantwoordelijk maken. Maar wat is er aan de hand? Maar wat is er aan de hand? Waar zijn de systemen? Waar functioneert het? Waar functioneert het niet? Dat is, eigenlijk is dat gegroeid, Café Weltschmerz, op basis van dat uitgangspunt. Ja. En dat zijn knelpunten die in de samenleving heel breed gevoeld waarom worden. Waarom maak jij je daar druk over? Nou ja, omdat... Dat is een goede vraag ook weer. Ik heb wel een gevoel van liefde, denk ik, voor samen. Als het niet werkt, dan word ik eigenlijk wel... Beetje flauw gezegd, noblesse oblige, dat zit een lange traditie ook nog achter. Ja, maar het is toch een gevoel van waaruit je werkt. Ja. Dus verantwoordelijk voelen voor een groter geheel? Ja, denk het wel. Ja. Nee, dat klinkt raar, ja. Ja. Ja, het is ook met Weltschmerz is het ook altijd zo geweest dat we zijn nooit voor het geld gegaan. We hebben ook nooit het idee gehad van. Hoe wordt dit gefinancierd? Nou, dit wordt niet gefinancierd. Dit wordt nu de studio die sponsort ons. Ja? Althans, ze hebben aandelen. Het is een no budget. Op dit moment nog wel. Dat gaat wel veranderen en dat heeft ook weer met Utrecht te maken. Maar dat kom ik zo. Maar in principe komt het erop neer dat ik eigenlijk heel bewust het verdienmodel, zoals het heet, buiten beschouwing heb willen laten gedurende een lange tijd. Om te voorkomen dat het bedrijfje in zijn ontwikkeling een bepaalde richting uit zou gaan. Dus ik wilde het non-conformistisch wilde ik het laten groeien. Iedereen doet voor niks mee. Iedereen doet het voor zichzelf en doet het voor niets. Het gaat niet om geld. Op het moment dat het wel om geld gaat, dan zie je dat mensen ineens heel anders gaan worden. Ja. Dus dat wilde ik niet. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Alleen, er is wel een moment dat je zegt, ik wil wel salarissen kunnen betalen. Ik wil ook voor mezelf een beetje een salaris hebben. En ik wil een nieuwe... Apparatuur bijvoorbeeld. Nou ja, die apparatuur ook. Maar ook, ik wil iemand een taxi kunnen aanbieden om naar huis te gaan. Of een maaltijd kunnen aanbieden of wat dan ook. En dat gaat nu ofwel vanuit mijn eigen zak. Ofwel, het gaat helemaal niet. Hè? Dus ik laat het daar een beetje aan afhangen. En verder krijgen we krijgen wel wat geld van sponsors. Mensen die ons lief vinden en leuk vinden. En die sturen af en toe 100 euro of 50 euro. En je voelt dan alles. Hè? Ooit gaan we natuurlijk op deze fase terugkijken. Ja. En dan zullen we er een beetje sentimenteel onder worden. Omdat en dat is het de mooiste periode. Dus ik rek hem ook een beetje stiekem, zeg maar. Maar er is een ander ding. Ja. Want we gaan naar Utrecht. Of jij zou daar naartoe gaan. Het volgende is aan de hand. We zijn hier gegroeid eigenlijk met die probleemanalyse. Ja. Hier ontwikkelen we de problemen, we bekijken de problemen. We maken de samenleving wakker, we schudden het los. Het is niet rechts of links, hè? Het is ook niet rechts of links. We worden wel geframed als rechtsfundamentalistisch of zo. Maar dat is de idiotie van de NRC geweest. Maar dat zijn we absoluut niet. Mensen die
interessant zijn, die intelligente opmerkingen kunnen maken over de samenleving, die krijgen bij ons een platform. Ja. En vooral, en dat is mijn voorliefde, mensen die niet aan bod komen of die weggesaneerd worden door de mainstream media, die zetten heel graag op het podium. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje het spelletje. Ja, mensen die je niet op de reguliere tv ziet, zie je wel via café. Ja, die zie je. En daar komt echt heel veel interessante informatie even vandaan. Nou, dat is één ding. De hamvraag is, wat nu? Ja. Want, kijk, iedereen kan klagen. Iedereen heeft een probleemanalyse, et cetera. Maar wat doe je er nou mee? Weet je, wat is nou het vervolg daarvan? En najaar, september 2016... Ja. Ontmoette ik Erik Hallers. Erik Hallers is een media-investeerder. En die heeft ook een radiozender, Sublime, ja. FM. En die ontmoette ik en daar was een klik. En hij bleek een kerk gekocht te hebben. En we zijn toen, eigenlijk vanaf september, zijn we samen bezig geweest met de mensen binnen Café Weltschmerz om te kijken hoe wij die kerk nou zo zouden kunnen inzetten zonder dat we de activiteit die we hier hebben zouden gaan beschadigen. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Dus je wil hier niet weg, je hoeft hier al niet weg. Je wil hier niet weg. En dit is een prachtige ambiance om de problemen op tafel te leggen. Ja. Maar hoe kan je nou die stap maken dat je ook aan oplossingen kan gaan werken? Nou, en die kerk in zijn hele witte omgeving, want ik moet hem eigenlijk beschrijven, die kerk is een verbouwde, tot loft verbouwde kerk. Ik meen dat 2006 is die door architecten is het verbouwd. Goed en, gedaan, hè? Heel mooi gedaan. Ja. Echt prachtig, met een vierde erin en allerlei ruimtes erin. En prachtige glas- en loodramen. En we hebben daar apparatuur in gezet. En we hebben daar inderdaad afgelopen zaterdag is het geweest, hebben we vier gesprekken opgenomen als proef, als pilot. En de bedoeling is om met die gesprekken, als vier verschillende programma's, die gaan we eerst intern bekijken. He, dus met jou, met alle mensen die binnen Café Weltschmerz zijn. Een kleine groep daarbuiten om te beoordelen van hoe gaan we hier nu mee om? Hoe vinden jullie het? Wat is het look and feel daarover? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de Noord? Maar het idee is dat we daar puur praten over de ontwikkelingen naar de toekomst toe. Hoe kunnen wij die samenleving waarvan we eigenlijk met elkaar overeenstemming hebben over wat de fout is. Ja. Niet kunnen goed. De wereld beter maken. Zit daar gewoon aan? Dat zit gewoon. Dat zit er gewoon. Ja. Ja, gewoon de wereld beter maken. Ja, gewoon, dit hou je toch niet vol zonder budget? Leg me eens uit wat je dan. Ja. Dan wil je dat mensen daar geld voor over hebben. Ik zeg het even zo. Nou, het zijn twee kanten. De bedoeling is dat we daar gesprekken maken die, zoals met jou, over de toekomst van de zorg of over de toekomst van het financiële stelsel, geld. Nou, hoe ziet dat eruit? Dat worden afleveringen waarvan we denken, maar dat moeten we allemaal uitzoeken, maar waarvan we denken dat mensen daar wel een euro voor over hebben om het te bekijken. Ja. Dus we vragen eigenlijk dan een sponsoring per aflevering. Ja. Nou, we hebben nu een gemiddelde kijkdichtheid van zo'n tussen de 5.000 en de 9.000 afhankelijk per dag. Dus als die stel dat een video bij ons zo gemiddeld toch zo'n 3.500 views heeft, daar 20% naar kijkt, hè? Dan heb je zo'n €600 heb je binnen op een video. Het doet een beetje denken, zoals je met apps doet, hè? 99 cent, dat is het dus niet. Dat is het niet. En in zekere zin door het volume kun je dan, en voor degene, het is geen drempel waarin je buitensluit. Nee. Maar het is wel een bijdrage aan. Hè? Het is met die 99 cent bij iTunes of zo. Hmm. Dat is natuurlijk uiteindelijk in de afweging wil je dat liedje hebben. En daar lijkt het een beetje op. Hè? Je betaalt voor de liedjes. Je betaalt voor het liedje. En ik denk dat je ook betaalt voor uit loyaliteit, zeg maar. Ja, dat je de wereld mee beter wil en maken. En zwart willen we eigenlijk zo laten zoals het is. Dus dat moet vrij toegankelijk zijn. Wat we met zwart wel gaan doen. Dit is zwart. Ja, zwart. Ja, dit ja, heet zwart. Voor de goede orde. En Utrecht is wit en dit is zwart. En met zwart hebben we wel het idee om mensen uit te nodigen. Ja. En daar gaan we volgende week gaan we daaraan beginnen. Mensen uit te nodigen om in te schrijven op een video. En met €100
kunnen ze een video adopteren. En dan komen ze in de leader komen ze met hun naam geadopteerd door. Oké. Okay. En er zijn 5 mensen maximaal die een video kunnen adopteren. Het is een soort micro-sponsoring. Dat is het. Het is een micro-sponsoring. Maar het leuke... Sponsoring voor de gewone man, hè? Zou je haast kunnen zeggen. Ja, dus zwart wordt niet gesponsord door bedrijven. Dat doen we niet. Nee. Maar personen wel. En het leuke is dat onze video's die worden opgenomen... of zijn opgenomen en worden opgenomen... door het Instituut voor Beeld en Geluid in Bussum. Ja, Hilversum. Hilversum, ja. Hilversum Zuid, geloof ik. Ja, op het Mediapark. Komen wel eens, Ja. En dus dat betekent dat als jij 100 euro betaalt voor een video van Karel van Wolven... We hebben er net eentje opgenomen van 1,5 uur. Ja. Als je daar 100 euro voor geeft, hij wordt gegarandeerd opgenomen in beeld. Dan ben je voor de eeuwigheid ben je verbonden aan die video, aan dat gesprek. Nou, ik heb in de Verenigde Staten gezien... en daar heb ik natuurlijk altijd grote monden over die samenleving... maar die heeft prachtige aspecten. En een van de dingen is, daar heb je sponsoring dat je een bank betaalt... en waar mensen op zitten. Ja. En allemaal dingen die het toegankelijk maken, dat je niet stinkend rijk hoeft te zijn... om toch gedrag te vertonen, want het geeft natuurlijk enorm veel vreugde. Het klinkt naar reclame wat ik nu doe, maar het geeft heel veel vreugde... als je kunt zeggen, ik maak dat mee mogelijk. Zoals sommige mensen ook bijvoorbeeld bij de speeltuin... particulieren zeggen, ik wil dat speelinstrument wel betalen. Ik vind het hartstikke leuk dat die kinderen dat doen. Ja. En dan hou je toch de bedrijven buiten met commerciële belangen. Want dat hoor ik je zeggen. Ja. Maar je geeft mensen wel de gelegenheid zich te verbinden. Exact. Dat is wat dat is wat we doen. Dat is toch, wat we doen. Je zult het met een zekere angst ook doen. Hè? Want je verliest ook wat, denk ik. Hè? Als geld nu eenmaal naar binnen komt of niet? Of ben ik daar nou... Ja, nou ja. Moet wel, hè, denk ik. De praktijk zal het geven. Ik ben wel overtuigd van de mensen waarmee we dit doen. Ja. Het is voor jou een levenskeuze geweest om dit te doen. Ja, ja. Wat deed je hiervoor eigenlijk? Ja. Wat deed je hiervoor? Ja. Hiervoor was ik ziek. Ik ben heel lang ziek geweest. Ik heb een burn-out gehad, maar die heeft wel 10 jaar geduurd. In die 10 jaar heb ik kinderen gekregen. En daarvoor heb ik een bedrijf gehad onder de naam Leitmotief, ook in Duits overigens. Ja, Leitmotief. Dat woord gebruikt werd trouwens in Nederland heel vaak. Wat is het Leitmotief? Dat verstond iedereen. Ja, maar in de jaren 80 was dat alleen nog maar een term uit de muziek. Oh ja, het Leitmotief. En ik denk dat ik de eerste was die het echt uit de muziek heeft getrokken... en daar een ander begrip aan heeft toegevoegd. Ben je blij dat je deze keuze hebt gemaakt? Ja, ik vind dit heel bijzonder. Ja? Ja, ik vind dit heel bijzonder. Ja, ik heb natuurlijk nooit... ik heb geen ervaring in de journalistiek gehad. En ik heb hem nu wel. Ja. En het aardige is dat ik daar met die ervaring heel blij ben. Want ik zie zoveel meer dan ooit daarvoor. Ja, dus het heeft je bewustzijn, dat klinkt wat gekker, maar absoluut, je bewuster gemaakt. Hè? Jeetje, nou. Is dat ook wat je anderen gunt dan, als ik het goed versta? Ja. Het mooie is dat als je goed luistert en goed meekijkt in onze filmpjes... Dan zie je wel hoe de wereld echt in elkaar zit. Ja. Krijg je reacties? Ja, heel veel. Afsluiten. Ja, heel veel. Nee, want ik ben nog niet klaar, hoor. Nou, zeg het maar door dan. Ja. Ik was nog niet klaar met Utrecht. Ja, dus je maakt programma's. Wij maken dus 4 programma's, 8 programma's per maand. Ja. Dat ligt er even aan. Dat is trouwens nog niet besloten. We gaan eerst even helemaal onderzoeken of dat allemaal functioneert, et cetera. Alsof we een heel groot bedrijf zijn die een nieuw melkpak... Nee, je wilt echt helemaal door. Je wilt echt even helemaal door ontwikkelen en goed bekijken. Maar zoals het in mijn hoofd op dit moment speelt, en ik ook verwacht... Ja. Is het zo dat we tussen de 4 en de 8 afleveringen maken die achter de betaalmuur gaan voor 1 euro. Die echt oplossingsgericht zijn, maar... Educatief zijn ook? Ja. Maar daarnaast is het zo dat, en dat is een andere manier van gebruik maken van journalistiek. Ik wil heel graag projecten ontwikkelen in die kerk. Ja. Onder andere over de zorg, maar ook over pensioenen, over het geldsysteem, et cetera. Ja. En die projecten, dat zijn eigenlijk gesprekken waarin we het paradigma proberen te veranderen. Dus om maar een voorbeeld te nemen... Ja, dus een paradigmaverandering is een hele nieuwe bril opzetten. Dat is een hele nieuwe bril opzetten. En dat kan door de gesprekken te gebruiken... in een zekere volgorde... waardoor je meegenomen wordt in die verandering. In het hele denkproces.
En we denken dat dat een manier is om in de samenleving... Paradigm shifts, hè? Dat je eigenlijk zegt, ik wil kantelingen creëren. Ik wil de kantelingen ook daadwerkelijk creëren. Dus niet alleen maar de problemen aangeven of een oplossing aangeven, maar als het ware het publiek in het hele denkproces op alle facetten meenemen. En dat kan. We zijn nu met wie is het interessant dan? Wie komen dan binnen? Nou, ik denk voor de sector zelf. Dus waar we dus voor de zijn, mensen in de gezondheidszorg? De mensen in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld. En dat zou een aanleiding kunnen zijn. Want wat ons blijkt, dat is dat eigenlijk iedereen in de gezondheidszorg het erover eens is, ja, hoe die gezondheidszorg eruit moet gaan zien. Het moet anders worden. Ze weten ook bijna allemaal. Ze weten allemaal hoe het anders moet worden. Ja. En als je dan vraagt van, maar waarom gebeurt het niet? Dan hebben ze het over belangen en dan hebben ze het over tegenkrachten. En dan hebben ze het over dit en over dat en zo en zo. En er gebeurt dus niks. Een soort accelerator. Nou, en dat willen we nou proberen te doorbreken door, ja, al die partijen, al die mensen met al die aspecten vanuit die verschillende invalshoeken, om die in een lijn te zetten, in gesprekken met elkaar. En heel rustig dat hele proces, dat denkproces over zo'n verandering, om dat in beeld te brengen. Het is een soort en in de praktijk? Een soort instituut voor maatschappijverandering. Hè? Uit welke jaren kom je? Want ik verdenk je van de jaren 60 dan toch? Nou, toch wel de jaren 50, denk ik. Bijna 40. Maar is het niet aardig dat je uiteindelijk steeds hetzelfde doet met nieuwe middelen? Of heb je dat niet als je naar je leven kijkt? Ja. Dat je eigenlijk, als ik vermoed, want ik kijk naar je jasje, dat is een jasje wat je in de jaren 60 had kunnen dragen, eerlijk gezien. Nou, ik wou dat ik hem had toen. Ja, toen kon je dat niet betalen. Nee. Maar dus eigenlijk ben je weer bezig met maatschappijverandering, toch? Op een nieuwe manier. Ik ben het eigenlijk altijd geweest, ja? Kom ik achter. Ja, ook toen ik in het design bezig was en heel actief en heel succesvol was in design. Het was toch altijd inderdaad de bestaande structuur onderuit halen. Mag je zeggen dat zodra je afwijkt van dat grondpatroon, dat het in je leven dan ook sneller mis zou kunnen gaan? Of ga ik nou een hele andere kant op? Dus dat je trouw moet blijven aan die ambitie? Maar het is niet iets waar ik over nadenk, hoor. Het is iets wat je kan niet anders. Zoals een appelboom appelen. Ja, die wordt nooit een peer. Nee. En dat dus is bij mij ook natuurlijk. Door de leeftijd ga je op een gegeven moment beter begrijpen waar de overeenkomsten zitten tussen die verschillende patronen. Maar in wezen, wat ik moet je voorstellen, ik ben nu op, ik functioneer in de journalistiek. En ik functioneerde op heel hoog niveau in de vormgeving. Ja. Het is voor mij hetzelfde. Raar, maar waar. Ja. Ik kan het niemand uitleggen, hoor, trouwens. Ik voel het wel aan. Ja. Ik voel het wel aan dat je, als je ouders nog zouden leven, dat doen ze niet, hè? Dan zouden ze waarschijnlijk zeggen, onze Max is altijd met hetzelfde bezig geweest. Zouden we dat misschien kunnen zeggen? Als ze die wijsheid hadden gehad, waarschijnlijk wel. Ja, want ik laat het lopen. Ik twijfel. Of ze die wijsheid. Heb jij die wijsheid als ouder wel? Want je zei dat je... Zijn we nog aan boord? Dat is het nadeel als de man zelf zijn clipje opdoet. Het komt door het leren. Die wijsheid zelf als ouder ook. Je zegt of mijn ouders dat hadden gezien, waag ik te betwijfelen. Nou, ik zie wel. Zie je patronen bij je eigen kinderen? Nou, ik zie wel patronen bij mijn eigen kinderen. Maar ik weet ook dat het heel moeilijk is om bij je eigen kinderen net zo scherp te zijn als dat je een andere kan zijn. Ja. Dus het zit toch te dichtbij. Anderen kunnen dat misschien beter zien. Ja. Nou, mag ik je zeggen wat ik zie? Ik zie een bevlogen ondernemer in een levensfase waar anderen afronden, lijkt hij maar door te gaan met wat hij altijd deed. Beginnen, beginnen, beginnen en doorzetten tot het eind. Ik wens je daar succes mee. Dank je.